Nog steeds komen mensen naar de gedenkplek in de buurt van Millie's huis. De enorme hoeveelheid kaarsen, bloemen en knuffels zijn getuigen van een grote blijk van medeleven. Maar morgenmiddag om 12 uur zullen ze een paar honderd meter verderop worden neergelegd. Op het grasveld tegenover de ontmoetingskerk aan het Lunenburgplein, waar de herdenkingsdienst om 2:30 begint. Mensen die samen met anderen de kerkdienst willen horen, dus het is een besloten bijeenkomst, ze kunnen niet naar binnen. Die kunnen op het grasveld bij het monument De Boom gaan staan, want daar is een ring van luidsprekers omheen gelegd, zodat je ook daar op die plek de dienst kunt horen. Voor de herdenkingsdienst is de ontmoetingskerk van 12:00 tot 2:15 geopend voor wie langs de kist wil lopen. Daarna kunnen belangstellenden dus naar het grasveld om te luisteren. Ondertussen zijn vrienden en het zusje van Millie een inzamelingsactie begonnen voor een monument voor het vermoorde meisje. Voor de camera willen ze daar nog niets over kwijt, maar de eerste reacties van omwonenden en de gemeente zijn positief. Laat ze vooral contact opnemen met mij of met de wethouder. En dan wordt er op korte termijn een afspraak gemaakt om te kijken wat kan en wat wenselijk en wat mogelijk is. Dat vind ik op zich best een heel fijn idee, omdat Millie als kind hier altijd speelde. En dat nou iedereen weet dat ze wat er hier gebeurd is en dat ze altijd aan herinnerd zullen blijven. Dat heeft ze wel verdiend, want het was een hele grote vriendin van alle dieren. Ja. Dat vind ik een goed idee. Dit houdt ook de herinnering van Millie gewoon levend. En het laat ook zien dat we dit gewoon ook nooit meer willen in deze buurt. Millie zal morgen tussen 4 en 5 uur 's middags in besloten kring worden begraven. Begraafplaats de Essenhof zal vanaf 3 uur 's middags niet voor het publiek toegankelijk zijn.